goed, mijn naam is Niels en welkom bij alweer de 18e aflevering van Minecraft Luchtschip Survival. Laten we zoals gewoonlijk als eerst even op het clipboard gaan kijken om te zien wat we vandaag gaan doen. Als eerst gaan we het schildpad bouwen, want dat zou nu een stuk makkelijker moeten gaan. Omdat, zoals ik woensdag had verteld in die video, heb ik er zelf een mod gemaakt waarmee je string kan terugzetten in wol. Andersom, wol kan terugzetten in string, sorry. Ik heb natuurlijk een klein schapenfarm-achtig idee, iets. Dus dat zou ik nu eigenlijk oneindig veel string van moeten kunnen krijgen, wat best wel heel nice is. En dus dat gaan we dan als eerst doen. Daarna gaan we een crystal portal bouwen, portaal. Dat zijn dingen van de Mistcraft mod. En daar stop je dan zeg maar dit soort dingen in, dat is een linking boek. Wacht even, daar heb ik er hier nog eentje. Hallo. Deur. Oké. Ik heb mijn leases doors geüpdate. Dat is zeg maar de mod die de schuifdeuren doet. En nu doen ze een beetje vreemd, maar goed. Whatever. Oh, nee, die wil ik terug. Mijn clipboard kan er ook om de een of andere reden in. Ik was hem even kwijt. Want ik had per ongeluk er rechts op geklikt. En toen was hij ineens daar in de kast. En ik dacht echt dat ik hem kwijt was even. Maar goed, een linking book, zeg maar. En die teleporteert je dan dus naar een andere dimensie. Het boek kan je dan niet meenemen als je ermee teleporteert. Het zijn net als deze boeken, zeg maar. Zoiets is het. Maar die kan je wel in het portaal steken. En dan kan je bijvoorbeeld met een luchtschip er doorheen vliegen. Daarna moet je wel je wereld opnieuw inladen. Zeg maar, dan moet je even opnieuw de wereld laden. Dus reloggen, of als je multiplayer speelt, reconnecten. Nu zit hij weer normaal, oké. Want om een of andere reden span je dan niet in je luchtschip. Maar het werkt tenminste. Dus hey. En ja, daarna gaan we natuurlijk het portaal uittesten. Dus ik zal jullie als eerst even wat leuks laten zien dat ik heb gebouwd. Ik heb, dat zijn chiseled glowstone. En dan had je al die keuze. Ik vond deze wel mooi eigenlijk. Ik vond het wel passen. Er is hier een lift. De lift is nog niet af. Want ik heb nog één diamant te weinig om hem helemaal af te maken. Want ik heb natuurlijk eigenlijk geen diamanten meer. Ik had er in de... Ik weet niet wanneer, maar ik had er laatst een gevonden in Twilight Forest volgens mij. Dus daarmee heb ik deze gebouwd. Dit, want hier, voor die blok heb je één diamant nodig. En dan krijg je er 5. Maar goed, dit is dus de lift. En je kan er gewoon op rondlopen en zo. En je kan hem ook een ander blok geven. Ja, maar dan ziet hij er anders uit. Maar ik wist nog niet helemaal... Oh, wat doen we nou? Oké, normaal doet hij dit niet. Shit. Wacht even, reloggen. Ik heb hem stiekem op dubbele snelheid gezet, omdat ik hem niet snel genoeg vond. Maar dit is de eerste keer dat ik hier last van heb gehad, dus ik weet niet zeker. Fuck. Oh god. Oké, wacht even. Open to LAN. Allow cheats on. En game mode 1. Oké. Zo. Oké, niks gebeurd. als dat vaker gebeurt, dan zal ik hem wat lager zetten. Ik weet niet zeker waardoor dat kwam. Maar goed, het is in ieder geval makkelijk op te lossen nog. Zullen we ook nog maar even naar gaan kijken hoe dat allemaal kwam. Maar goed, hij doet het in ieder geval. Ik heb ook de deur gefixt. Die ziet er nu weer beter uit. Ik moest alleen even de blok opnieuw neerzetten. En ja, dat fixt het. Nu ziet hij er weer leuk uit. En eerst deed hij een beetje vreemd. Ik dacht dat het gewoon een of andere klits. Nu vind ik hem er weer zo vet uitzien. Ik wil... Oké, genoeg geklikt. Wacht even, we moeten heel even... Had ik hier een bed staan? Om een of andere reden had ik hier geen bed staan. Oké, whatever. Oh ja, er was een creeper ongeluk hier. En ja, nu zit er een gat in het plafond dat ik nog moet fixen, was ik vergeten. Waar is mijn luchtschip? Oh, wacht, ik weet waar die staat. Af en toe vergeet ik gewoon waar ik geparkeerd sta, maar hier zo. Hup. Hier heb ik natuurlijk een bed. En dan zal ik jullie zo even laten zien dat het echt allemaal werkt. Want moet je opletten, hè. Light gray wool. Bam, nog wat string erbij. Witte wol willen we houden, want die hebben we nodig. Hup, een heleboel string erbij. Het is prachtig, jongens. Echt waar. En helemaal door mijzelf gemaakt. Oh my god, de glitches hebben er wel zin in vandaag. Sorry, wereld herladen. Normaal is het niet zo glitchy, oké. Normaal gebeurt het me niet. Alleen als ik opneem, dan wordt het allemaal wat erger. Maar goed, het is oké. Oh, en nu gaat hij weer zo slow doen, natuurlijk. Altijd als je de wereld laat, dan gaat hij eerst even in slow motion. Tenminste in mijn geval. Daar is trouwens een slime chunk, zoals jullie kunnen zien. Want ik had met een mod. Die zit niet in de modpack, maar ja, die kun je zelf installeren. Of je kan ook met online ding op hun website. Kan je map checken waar ze zitten. Google gewoon op slime finder en je vindt het volgens mij wel.
Daarmee had ik dus slime chunks gezocht. En daar had ik er één gevonden, maar heel stiekem. Oh shit, dat ben ik jullie nou helemaal vergeten te laten zien. Dat had ik jullie beneden moeten laten zien, maar maakt niet uit. Hier zo is ook een slime chunk. Zeg maar dit. Wacht even. Hier. En mijn hemel, wat is er aan de hand vandaag? Alright, we zijn weer terug. Hier is dus de slime chunk. Als alles even normaal weer wil gaan doen vandaag, zeg jeetje. Daar heb ik dus een ladder naar beneden gemaakt. Dat gaat diep genoeg. Maar dat was een gigantische grot blijkbaar. Dus die heb ik een tijd verkend. En toen ben ik Nakuida tegengekomen, heel toevallig. Ik was er niet aan het opnemen, maar ik heb er wel een screenshot van. Dus dat zag er zoiets uit. Dat zou nu ergens in je beeld moeten staan. Ik weet niet waar, want dat moet ik nog in bewerken, maar goed. En dus nu hebben we 53 Nakuida. heb ik daar gevonden. Want. Na een update van Enchanting Plus is de hard mode eruit. Dus je kan nu meteen al de enchantments op je dingen zetten. Als ik hem even hier... Ja. Yeah. Dus meteen kunnen nu al de enchantments op je dingen. Het kost natuurlijk nog steeds een hele hoop levels en zo. Maar het haalt een beetje de geluk en zo uit het enchanting. En dat vind ik persoonlijk wel fijn. Dus wat ik momenteel op mijn armor heb. Ik heb hierop Unbreaking 3. En Protractile, ja, yeah, whatever. Hierop Unbreaking 3. Hierop Unbreaking 3. En hierop nog steeds verder Falling 4. Dat had ik al. Dit is Efficiency 5 geworden. Dat was eerst 4. Dit is... Volgens mij 1 sharpness omhoog en Unbreaking 3 erop. Dit heeft Fortune 3 nu. Dus daardoor kreeg ik echt een hele hoop Nakuida. En Unbreaking 3 er ook nog bij gekregen. En deze, volgens mij was deze al zo. Maar het zou kunnen zijn dat er 1 power nog eens bijgekomen. Dus, en je kan er ook mee repareren zonder dat het je blokjes kost. Het kost alleen een berg levels. Het ene ding kost minder dan het andere. Voor sommige dingen kan je voor 6 levels repareren. En de andere kost in de buurt van 30. Maar oh well. dat komt wel goed. Want je kan op zich... je kan nu ook dus als je enchanted items vindt... Kan je daarvan ook gewoon de XP krijgen. Dus weet je, dat kan je ook gewoon doen natuurlijk. Maar goed, ik ga even een hele hoop schapen scheren. En dan ga ik aan de slag met... Met het schip en dan zie ik jullie wel weer als ik klaar ben of een stukje verder, wie weet. Alright jongens, daar ben ik weer. Het luchtschip is nog niet helemaal af. En ik weet ook niet zeker of ik dit soort glowstone wil, maar het zit er even in voor nu, zodat we licht hier hebben. Ik moet jullie even iets leuks laten zien. Wacht even, dan rennen we even gauw deze kant op. Oké, difficult. Ja, staat op hard. Oké, ik moest even checken, sorry. Af en toe vergeet ik hem terug te zetten, oké? Maar dat weten jullie stiekem wel. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, maar er hing daar een gigantisch luchtballon in de lucht. Oh, dat is nu dat ding daar geworden. ik heb hem een stukje omgebouwd, laten we maar zeggen. Maar wat wel nu het geval is... ik heb trouwens gekozen om er nog een laag aan toe te voegen. Dus hij heeft nu nog een extra laag, zodat het interieur ook wat groter kan worden. Zeg maar dat er meer spullen in kunnen staan. Want dat was eerst misschien een probleem, dus dat is hier nu mee verholpen. Maar goed, ik ben er ook achter gekomen dat de grootste laag zo'n 2,5 stack aan luchtballonblokken kost. Maar goed, dus nu kunnen we dit hier inrichten en zo. Maar waar ik nu wel achter ben gekomen is dat... wat is het nu? Assemble ship. Precies 40%, wat genoeg maakt om te vliegen. Dus we zouden er nu gewoon mee kunnen vliegen. En, dat gaan we ook gewoon doen, want fuck it. Het ding is nog niet af, jongens, maar ik wil ermee vliegen. Oh, het werkt. De schildpad vliegt. Oh mijn god. Het is prachtig. Zoveel werk is er al in dit ding gegaan en eindelijk vliegt hij. Oh, eindelijk. Oké, dit is wel prachtig. Die luchtballon die hing dus hier ergens zo. Ik weet trouwens ook niet zeker met mijn keuze om daar blok te doen, want het zit een beetje in de weg. Maar ja, het is een beetje ook om het niet te vermijden, om iets in de weg te hebben daar. Schuifdeuren en zo moeten er ook nog in allemaal. Het is nog lang niet af. Maar... Yeah, nou. Het luchtballon gedeelte is al voor een groot gedeelte klaar, dus daar ben ik best wel trots op. En hij vliegt. Dus... Nou, die nog afmaken, dat kristalportaal. En dan kunnen we hem overal mee naartoe nemen waar we willen. Zolang ik daar ook maar nog een gigantisch portaal dan bouw. Dus ga ik er weer aan verder werken. En hem nu eerst goed zien te parkeren. Volgens mij stond hij zo gedraaid. Dus dat is mooi.
Alright, nou daar ben ik dan weer. En zoals jullie misschien wel kunnen zien, is het luchtschip eindelijk af. Het is zover. De schildpad is compleet. Tenminste het exterieur. Stiekem is het interieur nog steeds niet klaar. Maar oké, deze moeten we even weghalen. Anders gaat dit hele stuk meevliegen. Dan vliegt straks de hele basis mee en dat willen we niet. Dat kan niet, maar goed. Ik kan nu hier niet meer door de grond vallen. Dat gebeurt nog wel eens omdat hier geen glowstone nog zat. Maar dat zit er nu wel. Ik weet nog niet wat ik daarmee wil doen. Misschien dat ik glowstone gewoon weghaal en de torches ophang. Dat kan ook wel. Dat heb ik hier op meerdere plekken ook al gedaan. En gewoon algemene binnenkant. Ik zat eraan te denken om bijvoorbeeld de ramen weg te halen. En dan hier gewoon een grense muur met ovens te doen of zo. En gewoon overal de ramen weg te halen. Dat een beetje meer op te vullen. Zodat het echt meer een soort kleine basis wordt. Maar ik ben nieuwsgierig wat jullie ervan denken. Ik zal voor iedereen die de modpack heeft, zal ik de schematic zou ik jullie kunnen laten downloaden. Die moet je dan in je eigen schematics map zetten. Dat bevindt zich gewoon in de modpack. In de modpack map. Zit dan in .technic pack, zeg maar naast waar je .minecraft zit. En dan is het volgens mij modpacks en dan heb je daar wat je zoekt. Dus dan kunnen jullie zelf ermee rondkijken. En dan wil ik wel eens weten wat jullie dan voor geweldige interieurideeën kunnen bedenken. Je hoeft het natuurlijk niet zo te doen. Je kan ook gewoon naar kijken en zeggen wat je wil. Ik ben nieuwsgierig wat jullie ervan vinden. Ik had twee boekenkasten gemaakt trouwens. Want ik wil hier natuurlijk van die linking books in doen. Zodat ik dan met dit luchtschip. Dan heb ik dus zeg maar. Dan bewaar ik hierin meerdere linking books. En dan kan ik dan daarmee. Die kan ik dan in het portaal proppen. En dan kunnen we dus heel makkelijk kiezen naar welke wereld we willen op die manier. Dat lijkt me wel vet. Maar goed, laten we de eerste complete vlucht van het schip doen. 46% air balloon, dat is op zich niet zoveel. Maar het is beter dan. Is 6% meer, maar is eraan toegevoegd dus. Maar goed. There we go. Nee, met een complete. We gaan naar Mushroom Island meenemen. Ik wil er gewoon even mee vliegen, jongens. Sorry, maar het is. Sinds het begin van deze serie zijn we al bezig met de schildpad. En het voelt geweldig om nou eindelijk af te hebben. Het enige wat ik wel jammer vind is dat het glas geen connected textures heeft. Momenteel hier. Ik weet wel dat er mods zijn die dat doen. Maar ik kon geen werkende vinden. Volgens mij doet Optifine het ook. Dus misschien dat ik Optifine gewoon moet installeren. Maar ik weet niet zeker of dat kan voor de Forge versie die nu is en zo. Dat is allemaal gedoe. Maar met connected textures zeg maar, voor het glas, dan heb je niet zeg maar, die randen steeds bij. Dan is het allemaal gewoon gelinkt aan elkaar. En dat is piraatschip. Even sturen. Dat ziet er gewoon wat beter uit. Er is trouwens. Oh ja. Ik ben hier eerder geweest. Nee, hier ben ik niet eerder geweest. Wat is dat daar dan? Wacht even. Wat is dat daar beneden? Ik bedoel, ik ben hier ooit. Oh, we zitten vast. Wacht even. Oh, vallen we nou? Nee. Ik weet niet wat. Het is weer zo'n onderwater piratenschip. Piratenschip. Geen interesse. Oh, die dingen zijn overal. Ik weet al waar ik vergeten ben. Ik ben er vergeten een bed op te zetten. Oh, en hij doet nog steeds. Om de een of andere reden, als je naar rechts stuurt, dan gaat hij de hele tijd zo. Wacht, ik laat het wel zien. Ja, hier, dan doet hij de hele tijd dit. Gaat hij, Maar als je nou één keer heel zachtjes naar links stuurt, dan is het weer weg. Dus dat werkt. Maar goed. Maar jongens, het vliegt gewoon. Kijk het gaan. Het is gigantisch. Wat is dit? Oh, kijk nou. Iets nieuws gevonden. Maar goed, daar gaan we nu even niet heen. Ik breng hem nu even terug naar de basis. Het begint nacht te worden. En ik heb geen bed hier bij me. En dat zou ik best wel trouwens kunnen maken. Moet je kijken hoeveel wol ik heb. Ik heb nog anderhalf luchtballon meer uit elkaar gehaald. En die kan wat op. Dus ja, daardoor kreeg ik een hele hoop. Wat ik dus stiekem heb gedaan is. Ik heb dit dus in string veranderd. En dus dan heb je bijvoorbeeld paarse wol. En dan kan je string kan je dus vervolgens weer terug veranderen in een wit blok. Het is een beetje. Een beetje cheeky manier om het te doen. Maar jongen, het werkt. En Ik wist dat het zou kunnen toen ik de mod maakte. Maar nou ja, ik vind het niet de grootste dan een beetje. Als jullie dat graag willen, ga je gang. Ik heb het dus ook gedaan, dus zo. Oh wel. Het vliegt nu tenminste prachtig. Ik had het niet per se hoeven doen. Ik had ook best de binnenkant van die luchtballon gewoon een andere kleur kunnen laten zijn. Want dat zie je toch niet. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik dat niet heb gedaan. Maar het maakt niet uit nu. Want het is gewoon gratis om het in wit te veranderen. En het ziet er goed uit. Dus ik ben er blij mee. En nu gaan we even
Moet kijken of ik dit ding ook echt kan landen. Want het is zo groot natuurlijk. Dat gaat vrij lastig zijn om te landen. Als het goed is, zijn we er nu zo ongeveer. Even. Ja, we zijn er. Wat ik wil doen is hem boven het landingsplatform dat ik nog steeds niet heb afgemaakt sturen. Oh, fuck creepers. Oh god, no. Oké, wat we gaan doen. Oh, ik ben wel een beetje bang dat hij... Dat ik er dan zometeen gewoon uitval eigenlijk. Maar goed, we gaan het er maar op moeten wagen. Wacht, als ik hem dan hierboven parkeer. Dan val ik op mijn luchtschip. Dan gaan we wel even moeten vechten, maar dat kunnen we wel. Zwaard voor. En hij is veilig geland. Nice. Dus ja, nu staat er hier ineens een gigantisch luchtschip. Vlak naast een bergplek. Oh shit, dat heb ik wel heel netjes geparkeerd. Dat is me niet eens opgevallen. Oh, dat is wel zo irritant dat hij dan nog steeds de lichtglitch... Oh, en hij blijft ze houden hier. Fix het. Ah, there we go. De lichtglitches van Archimedes ships. Heel irritant. Hout. Wol. Equals a bed. Hup, plop daar maar neer. Is goed. Dat maakt even niet zoveel uit nu. En dan wordt het denk ik tijd dat ik ga minen voor een... Wacht, ik wil hem hier wel houden eigenlijk. Laat hem hier maar even. Oh god, oké, dus boekenkasten gaat hem niet worden. Dat is het probleem met Archimedes ships. Als je je schip gedraaid parkeert, dan kunnen sommige voorwerpen kunnen dan meedraaien. Dus zoals deze boekenkasten, die zijn nu gewoon omgedraaid. Dat is een beetje jammer, want het had me wel vet geleken. En daarom moest ik ook deze deuren kiezen. Zo, weet je aan. Nee, daarom hoefde ik niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Die andere deur, ik zat te denken aan die dingen van Melissa's doors die ik... kijk hem. Nee, oké. Die ik eerst had. Want die zorgde ervoor dat de helft van je schip verdween. Dus doe dat alsjeblieft niet als je slim bent. Gewoon niet doen, jongens. Ik denk dat ik wel een extra grappling hook voor dit schip ga moeten maken. Zodat ik makkelijk naar boven en naar beneden kan. Oef, de creeper is daar. Oh, en een skeleton. Oh god. Oké, we moeten dit even allemaal vermoorden. Dit kan zo niet. Hoppa, one hit kill, bitch. Oh, oh, dat is er nog een. Ja, ook een one... Wat is dit? Oh god, was dat het hoofd of zo? Nee, daar lag het hoofd. Wat kwam er dan achter me aan nog? Dat is een slowness. Oh, oh god, het is een brugtrol. Ook dood? Ja, dat is wel een beetje een probleem met mijn basis. Ik vind het een prachtige plek en zo, maar er spant een beetje veel. Oh, maar het ziet er wel zo vet uit nu die daar boven in de lucht geparkeerd staat. God, ik vind het een vet ding. Ik ben blij dat hij eindelijk af is. Het was natuurlijk echt een hele hoop werk. Ach, wat vinden jullie zo leuk aan deze plek? Want hier zijn jullie al een keer eerder ontploft. Ja. Oké, nou dat is dat allemaal opgelost. Dus dan wordt het tijd voor mij om van die kristallen te gaan halen in de Mistcraft Hill. Trouwens, wat ik helemaal vergeet nu. Ik moet even naar beneden. Want ik weet niet of jullie het door hadden, maar ik was stiekem niet zo heel slim. Het zit allemaal zo vol. En refresh. Ik heb een hekel aan dat hij dat doet met schepen, maar whatever, ik moet erover stoppen met zeuren. Ja, ik had dus een diamond nodig. Kunnen jullie de diamond spotten? Iemand, toevallig. Ja. En hop, dat is de diamond voor mij. Dus daarmee kan ik gewoon... wacht, dan gaan we even iets anders erin stoppen. Dan stop ik wel iron erin. Dat vind ik prima. Wacht even dan. Zo. En die. Ja, nou dat ziet er ook prima uit. Dan heb ik dus nog mijn ene diamond. En dan kan ik in ieder geval het ding afmaken. Ik moet wel een aparte kist hebben voor wol, heb ik zo het idee. Het is nu wel nodig. En dan stop ik dan ook gewoon mijn luchtschip dingen bij, I guess. Dus dit mag wel. Oh, dat is geen wol. Een hele hoop dat ik had gehaald. Maar goed, dan ga ik dus even... wat ik dan zo ga doen is... Ik ga... Niet naar die wereld... Eén van deze... Volgens mij had deze wereld... Had heel veel kristallen. Dus daar ga ik heen dan. Dan ga ik die opminen. En dan ga ik er straks een gigantisch portaal mee maken. Dus dan zie ik jullie zo weer terug.
Alright jongens, daar zijn we weer. Ik heb dus al die kristallen gehaald, maar het bleek dat het niet genoeg was. Maar ik heb hier een hoop kristallen en ik heb alvast een boek receptable gemaakt. Daar doe je dan boeken in het portaal. Want ik had een beetje gecheckt in de creative wereld hoe groot het ongeveer zou moeten zijn. En nou, dat is best wel gigantisch. Dus we gaan meer kristallen nodig hebben. Toen dacht ik daarna, nou, dan maak ik... ik heb een bladzijde voor... is het hier? Ja, hier. Voor Mistcraft, waarmee je dus je eigen werelden kan maken. En die heet Crystalline Formations. Toen had ik op de wiki gecheckt. En blijkbaar zou dat kristalformaties dus moeten maken. In je wereld. Maar nee, wat het blijkbaar doet, is het maakt kristalachtige formaties in jouw wereld met een random ore. Ja, dat staat dus gewoon fout op de wiki. En toen ben ik dus naar die wereld gegaan. Toen liep mijn computer vast. Ik ben eindelijk achtergekomen waardoor dat steeds gebeurt. Nou, steeds, heel vaak gebeurde het niet, maar waardoor het gebeurde. Het was blijkbaar een kabel in mijn computerkast die het moederbord raakte. En die heb ik nu dus gewoon netjes aan de kant gedaan en nu is het allemaal oké. Het enige probleem is dus dat ik daarvan beeldmateriaal niet meer heb. Heel interessant was het niet. Er was een hele hoop nether quartz, dus dat heb ik. Ja, en er was één diamant bovenop een of ander oortorengeval ding, zoals we al eerder hebben gezien. Dus ik heb nu één diamant extra en een hoop nether quartz. En dat is het wel. Alleen daarna raakte de wereld ook ineens corrupt toen ik iets verder liep. Dus heb ik mezelf met MC Edit uit de wereld moeten redden. Omdat elke keer als ik hem laadde, het spook reisde. Ja, Mistcraft is nog steeds niet helemaal, helemaal normaal volgens mij. Oh, en ik heb trouwens de lift dus afgemaakt met... Met de extra diamant die we al eerder hadden gevonden in de item frame. Had ik jullie dat nou laten zien? Ja, ik had het laten zien toch, dat er nog eentje in de item frame zat. Zo niet, nou, er zat er nog een in de item frame. En kijk, nu is hij helemaal prachtig. Want je kan dus ook, zeg maar, de lift een andere vormblok aan laten nemen. Dit hier moet ik nog even afmaken, maar ja, dat was een beetje een gedoe. Maar goed, de lift nu is helemaal prachtig. Nou, ik kan er niet op springen. Shit. Maar je kan er wel gewoon op heen en weer lopen, wat op zich wel heel vet is. Ik was wel, omdat ik me dus terug had geteleporteerd, wou ik hier gauw terug naar beneden rennen. Dus ik druk op die knop daarboven om de deur open te doen. En ik zag niet dat de lift gewoon nog beneden stond, dus ik viel helemaal naar beneden. Gelukkig heb ik verder falling boots. Want anders had ik dat niet overleefd. Maar goed, wat ik nu dus wou doen, is aangezien de kristallen het even niets gaan zijn nu, daar kom ik later wel met een goed plan mee. We hebben nog steeds diamanten nodig. En alhoewel dat de vorige keer niet zo goed ging, denk ik dat ik met de crystalline formations dat best wel eens zou kunnen doen. Dus wat we moeten doen is rechtermuisknop. We gaan ons eigen boek weer maken. Dus eerst doen we tiled biomes. Dan wil ik er 3 biomes bij doen. Dan willen we vrij platte. Dus gaan we even kijken. Highlands is volgens mij vrij plat. Of juist niet, ik weet niet. Stone Beach. Lighted Forest. Want, nee, die wil ik ook niet. De vorige keer in die andere wereld waar ik kristallen ging zoeken, was weer zo'n doodvervelend Twilight Forest Dark ding, zeg maar, waar we ook in spanden met de Twilight Forest Portal. Ice Plains. Nou, dat zijn plains, dus dat is mooi plat. Savannah is ook meestal plat. Oké, dus dan hebben we die pagina's. Dan moeten we daarna blocks, dus dan wil ik... Waar is mijn diamond ore? Diamond ore blok. Ja, en dan wil ik... Train alteration. Nee, het is populators. Crystalline formations. Op zich zou dit heel gevaarlijk kunnen zijn. Maar we gaan zien wat er gebeurt. Alright, nou eventjes... Maar bedenken hoe ik ook weer boeken moest maken ben ik erachter gekomen. Ik zal ze nu even goed erin zetten. En die, en die. Dus nu zouden wij ons descriptive boek moeten krijgen. We gaan hem alvast Diamond Hell noemen, want dat is waarschijnlijk wat het gaat zijn. Alright. Dit gaat een beetje gevaarlijk worden, denk ik zo. Dus ik wil deze alvast bij de hand hebben. Gewoon voor het geval er iets fout gaat. Dat boek kan ik weer even terugleggen, want die heb ik niet nodig. Beetje nerveus. Kan zijn dat het allemaal fout gaat. Kan zijn dat het allemaal ontploft. Maar ik heb nu al geklikt. Duurt altijd even. Ja, daar gaat hij. Tot nu toe ziet het er nog redelijk uit. Niets. Oh, en nu gaan we wel gewoon crystalline formations doen, hè? Nu hebben we wel gewoon normale kristallen. For fuck's sake, you guys. Dat vind ik gewoon niet meer grappig nu.
Oh. Ik heb honger. Maar, ja, we hebben in ieder geval de kristallen die we zoeken. En ik kan hier veilig onder een boom deze opminen. Oh, en dat gaat zo lekker snel. En deze wereld lijkt niet. Dat is ook vrij zeldzaam voor Mistcraft, dat je niet af en toe van die lag spikes hebt. Dat komt best wel vaak voor. Oh. Dus, nou ja, dan ga ik hier maar lekker. Oh my god, jongens, zien jullie wat ik zie? Daar in de verte. Je hunger, I don't give a fuck. Oh mijn god, zien jullie al die diamanten? Het is gelukt, jongens. Welcome to Diamond Heaven. Oh my god. Oh, dit zag ik niet aankomen. Oh, nice. OP as fuck. Oh god, het is gelukt. Ik denk dat we hiermee ontzettend veel geluk hebben gehad. En dat ik ook al de XP heb die ik voor de komende paar jaar nodig heb. Oh yes, jongens. We hebben diamonds. Ik ga beacons van diamonds maken. Oh yes. De honger is misschien een probleem, maar... Oh well, what the hell. Doesn't matter. I got diamonds. Oh, dit is... Dus nu hebben we hier kristal. Diamonds. Oh, en trouwens, ik krijg nu extra veel diamonds, omdat ik... Oh ja, ik heb Fortune 3 erop. Ja. Dus daar krijg ik natuurlijk ook nog extra veel diamonds. Wat helemaal prachtig is. En die hunger, weet je, dat is met de diamonds wel waard. Dus... ik denk dat we goed zitten, jongens. Ik denk dat we heel goed zitten. Ik laat die ene diamond blok daarboven, zodat we daar netjes onder kunnen staan. Oh, man. Diamonds, wacht even. Ik wil het eigenlijk stiekem allemaal... Oh, het is zoveel. Oh my god, just look at it. Just look at it, you guys. It's beautiful. Zo beeldschoon. Al de diamonds die ik ooit meer kan willen. Allemaal hier. Hoeveel hebben we nu? Oh my god, 3 stacks. Het bliksemt wel, wat een beetje gevaarlijk is. Dus er is kans dat ik hier spontaan een keer gewoon ga doodvallen waarschijnlijk. Maar oh, je moet een beetje risico nemen als je diamonds wil. Oh man, we hebben geluk. Dus ik kan hier als het goed is ook al de kristal krijgen die ik nodig heb. En dan kunnen we die portal gaan maken en zo. Maar dat gaat allemaal in de volgende aflevering dan komen. Ik denk dat ik het de komende tijd even ga binden. Wacht even, ik moet heel even... Ik heb mijn backpack niet bij me. What the hell? Oh shit. Oh, hij was leeg. Dat weet ik zeker, maar... Misschien dat het wat fout ging toen ik mezelf terug teleporteerde ofzo. Ik weet niet zeker waar mijn backpack is dan. Jammer. Want als ik een nieuwe moet maken is het oké. Want er staat toch niks waardevols verder in. Dus dat vind ik niet zo'n ramp. Oh my god, jongens. De diamonds. De diamonds, you guys. Ik kan hier serieus diamond beacons van gaan maken. Maar ik denk dat jullie dit ook met goud wil gaan doen. En dan daarvan de beacons doen. Denk ik. Oh, echt snel. Oké, maar... Ik denk dat we even teruggaan naar de overworld en ik geef een veilige plek vinden om mijn linking pocket hier te zetten. Oh my god, look at all those diamonds! Wat is dit? Wat ben jij? Niet mij maar, oké. En de kristallen en de diamonds en de tiled biomes waarvan we ook een goede hebben gekozen. Volgens mij is 129 hoog. Kijk, dit zijn de tiled biomes. Het ziet er wel geinig uit zo. Ik vind het wel vet. Oké, nou, dan zet ik hem wel hieronder neer. Dus de hunger is een beetje een nadeel, maar ik denk dat we dat allemaal wel aankunnen. En dan heb ik hier mijn linking book. En dan kunnen we gewoon nog veilig naar huis hier. Nou, de Twilight Forest dingen. Altijd zo irritant. Ga weg. Die dingen maken zoveel geluid. Maar goed, dan gaan we even gauw terug teleporteren. Oh mijn god. Ik denk dat we genoeg diamonds hebben, jongens. Voor altijd.
Oké, okay, dus wat we vandaag allemaal hebben gedaan. De schildpad hebben we gebouwd, check. Kristalportaal, nee en nee. Helaas nog niet. Dat ga ik allemaal opminen en dat gaat dan in de volgende aflevering komen. Dat kostte me ook al een tijdje om een beetje te bouwen en zo natuurlijk. En ik moet nog een mooie plek ervoor vinden eigenlijk. Dus als jullie een mooie plek ervoor kunnen bedenken. Ik weet niet, een soort ontwerp of zo. Want ik wil... Ja, het moet waarschijnlijk... Wacht even, we gaan wel even naar boven. En dan koos die elevator. Het is wel een fijn ding dit. En ik kan er nu meer dan genoeg maken als ik ook enderpearls ga halen. Het is vreemd trouwens hier, zo zonder de schildpad. Oh, hallo. Want ik ben altijd gewend dat hij daar staat, weet je, omdat het zo lang duurde voordat hij af was. Maar nu hangt hij hier, als een complete badass. Het is wel een vet ding. Goed, ik zat te denken dan dus daar ergens in de zee of zo dat we hem dan neerzetten. Want, nou ja, het moet natuurlijk een grote plek zijn waar de schildpad doorheen past. Dus moet je eens bedenken hoe groot dat moet zijn. Wacht even, we gaan wel even naar boven. En op. Zeg maar, dit hele ding moet erin passen. Dit allemaal moet er doorheen. Door het portaal. En ik had eens gecheckt in Creative. Het is absurd groot dat ik dan dat ding moet maken. En ik wil er natuurlijk ook nog een soort leuk ontwerp van maken. Dat ik niet gewoon een vierkant ding binnen in de zee neerzet. Want dat ziet er ook een beetje vreemd uit. Dus laat me jullie ideeën maar weten. Want ik ga zo gauw even niks slims bedenken hiervoor. Maar goed, mijn naam is Niels. Bedankt voor het kijken. Hopelijk zijn jullie net zo blij met de diamonds als ik. Ook al heb ik ze alleen en jullie niet. Maar, you know, blij voor mij. En hopelijk vinden jullie het ook leuk dat ik eindelijk het schildpad heb afgemaakt. Want dat was ook wel eens tijd. Dus tot de volgende keer. Oh, en vergeet natuurlijk niet op het duimpje omhoog te drukken. Als je het leuk vond te abonneren om meer te zien. Al dat soort zooi. En peace.